Dit is Jaap Pannekoek. In zijn vrije tijd wandelt hij graag. En hij heeft nog een hobby. Ik vind het gewoon leuk om energie bezig te zijn. En je kunt verschillende redenen hebben voor duurzaamheid. Ik heb maar gewoon de reden van het verlagen van de energierekening. Door gewoon inzicht en dat je zelf dan keuzes kan maken. Dat vind ik gewoon leuk om dat zelf bij mezelf te doen, maar ook bij andere mensen te delen. Jaap is actief bij Buurkracht in Os. Bewoners in zijn wijk kijken samen naar hun energieverbruik. Mensen krijgen dan meer inzicht en door het meer inzicht kunnen ze bewust keuzes maken over hun energiegedrag. Inmiddels doen al meer dan 60 mensen mee uit de buurt. Via internet kunnen ze precies zien hoeveel energie ze verbruiken. Welkom. Zijn we dan? Als je lid bent van Buurkracht, krijg je een persoonlijke pagina waarop je ziet hoeveel stroom en gas je verbruikt. En dan zie je de staven, dat is jouw verbruik in dat uur. Blijkbaar zijn jullie om 8 uur opgestaan, want toen is de gas gaan stoken. Ja. En dan zit je wel boven het gemiddelde. Consequent, iedere dag, daarom weet ik dat zo zeker, gaat mijn vrouw in bad. Je zit dan op bijna 2 keer zoveel als de rest van de buurt. Mijn vrouw en ik zijn geen grote milieuvoorlopers, maar willen toch zo bewust mogelijk omgaan met energie en omgeving. Voor onszelf, maar zeker ook met het oog op onze kinderen en onze kleinkinderen. En daarom willen Rijn en zijn vrouw energie besparen in hun huis. Ik kook op gas. En omdat die zo groot is, hè, en heeft dus relatief veel tijd nodig om op te warmen, heb ik ook een combi-magnetron hier. Ja. Dus voor de kleine dingen gebruik ik hier mijn dit oventje. Ik heb nergens ledlampjes. Nee. En maakt dat wat uit? Ja, die zit toch gauw 20 watt, dat is 80 watt. Als je dan naar led gaat, dan ga je naar 2, 3 watt. Op Rijn's persoonlijke internetpagina staan ook warmtefoto's van zijn huis. Kijk, hier zie je jouw huis. Je ziet heel mooi hier dat het zonnescherm half naar beneden is. En hier zie je de voordeur, waar dus ook wel wat warmte lekt. Wat je daarmee doet is dat je gaat nadenken van kan ik die warmte niet beter binnenhouden. Dus door isoleren of andere maatregelen. Maar dat is de discussie die we in de buurt hebben. Hoe kun je nou zorgen dat die energie binnen blijft? Misschien toch een idee de spouwmuur te laten isoleren. Dat is natuurlijk een wat grotere maatregel. Zal ook wel meer kosten. Maar ja, dat is het voordeel van zo'n warmtefoto. Je ziet dat dat nodig is. Samen kun je meer en wordt energiebesparen leuk.